Goedemiddag iedereen, ik ben Tom Etienne, ik ben vrijwilliger bij Mijn Leuven en ik heb hier op de sofa meneer Dirk van Sina zitten, schepen van, en nu opletten, jeugd, feestelijkheden en toerisme. Meneer van Sina, wat houdt dat allemaal in? Ja, het is een heel divers pakket dat ik heb als bevoegdheden, maar het is wel een leuk pakket. Er is een deel zoals burgerzaken, feesten, waar ik veel contact heb met mensen. Waar je veel mensen ontmoet, waar je kunt praten met de mensen, waar je echt contact hebt met de mensen, kunt luisteren naar wat de mensen bezighoudt in de stad. Maar waar minder inhoudelijk aan te werken valt, vind ik, waar je minder inhoudelijk iets kunt aan doen, omdat dat zeker burgerzaken echt federale reglementering is die vooral moet toegepast worden. Maar dan zijn er andere bevoegdheden, zoals jeugd, waar je echt wel leuke dingen kunt mee doen, die je voelt, die een impact hebben op de mensen zelf, direct op de Leuvenaar zelf. Monumentenzorg, dat is dan weer iets heel technisch, technische dossiers die je moet instuderen dan. Dus het is wel heel divers, maar dat maakt het ook wel heel boeiend. En vandaar dat ik blij ben dat het zo'n divers pakket is. Nu, jeugd heb ik pas enkele maanden als bevoegdheid, omdat er binnen het Schepencollege een wissel geweest is. In de loop van de legislatuur heb ik sinds enkele maanden de bevoegdheid van jeugd overgenomen. Maar het boeit me wel enorm. Het is heel plezierig om met de jonge mensen samen te werken. Die hebben heel veel jonge ideeën, toch denken toch op een andere manier dan dat wij als beleidsmakers denken. Dus het is echt wel heel boeiend om dat verschil te merken en om daarmee te werken. Ik heb dan ook nog eens 4 jaar op de stadsfinanciën gelet, dus ik heb wel heel veel bevoegdheden zien passeren, maar dat maakt het wel dat je een ruim blik hebt over hoe dat de stad werkt, de stadsdiensten werkt, wat er aan centen ook rondgaat in de stad. En dat geeft u wel een goede basis om de andere bevoegdheden ook te kunnen toepassen. In de zin dat door financiën gevolgd hebben, weet ik goed welke de financiële mogelijkheden zijn. En dan heb ik toch al een aantal financiële dingen kunnen regelen, ook voor regelen. Enfin, ik bedoel, kunnen in orde brengen, behoeften in orde brengen voor de jeugd. Dus dat maakt het wel boeiend. Het is heel divers, maar heel boeiend meteen ook. Ja. Mark Trok is dan als schepen van feestelijkheden waarschijnlijk een van uw bevoegdheden? Ja, dat klopt. Mark Trok is een van mijn bevoegdheden naast de belevenissen. Dus dat is een van de vele feesten die er in Leuven zijn. Mark Trok is echt wel een topper, een naam. Dus ik ben wel heel blij dat we dat kunnen organiseren hier in de stad. Het is wat moeilijk geworden de laatste jaren met Mark Trok. In de zin van, Mark Trok bestaat nu 30 jaar. Mark Trok is een trendsetter geweest. Is de, zegt men, de moeder van alle festivals geweest. En dat is ook wel zo. Vele stadsfestivals zijn Mark Trok gaan nadoen. Later, Mark Trok is echt wel bij de eerste die het in een stad een festival georganiseerd heeft. Maar we merken dat er toch in de loop van de jaren een beetje als leed ook op de formule geraakt is, problemen geweest zijn. Een 5-6 jaar geleden had men het financieel heel moeilijk. De VZW Markt Trok is overgegaan naar andere mensen die het ook financieel moeilijk gehad hebben. Vandaar dat we 5 jaar geleden beslist hebben, omdat Markt Trok toch echt wel heel belangrijk is voor onze stad, dat we beslist hebben om Markt Trok ook financieel te gaan ondersteunen. Voordien deden we dat niet. Was dat een VZW die zelf vooral de inkomsten zorgde, maar het was blijkbaar financieel onmogelijk om het nog rond te krijgen, enkel met sponsoring. Vandaar dat we vanuit de stad zijn gaan subsidiëren, omwille van het feit dat we Mark Trok wilden behouden. De keuze 5 jaar geleden was, stopt Mark Trok aan gebrek aan financiële middelen, of zal de stad erin investeren, subsidies geven. En die laatste beslissing hebben we dan genomen, 100.000 euro, wat toch een zeer belangrijk bedrag is, investeert de stad in Mark Trok per jaar. Waardoor we het gratis ook kunnen terugmaken. Het is begonnen met een gratis festival. Het is vele jaren gratis geweest, maar het is dan later betalend geworden. Door de toelage van de stad is het terug gratis kunnen worden. Men heeft dan ook de formule gekozen van Belgisch, 100% Belgisch, waarin men zich gaan onderscheiden is van de andere festivals. Want dat was, vond ik, een beetje het probleem. Dezelfde groepen zag men in elk stadsfestival terugkomen. Dus het nieuwe, het aantrekkelijke was er voor Mark Trok een beetje af. En door de richting te kiezen van het exclusief Belgische heeft men toch een nieuwe weg gevonden. En vandaag blijkt toch wel eens dat het weer is, dat het een topper is. Het goede weer
speelt zeker mee. Maar de programmatie is goed en veel jong volk wordt aangetrokken. Dus het is echt wel een topper. En dat is wel heel belangrijk. Dat we hebben verschillende festivals. We hebben de Belevenissen, we hebben Midsomer, we hebben Marktrock. En elk van die festivals bereikt een ander publiek. Belevenissen is meer het familiale publiek, wat oudere mensen met kinderen ook, gezinnen die komen. Midsomer is een jonger publiek, de 20, 30ers, 35ers, 40ers. En Marktrock mikt echt wel op een heel, heel jong publiek, dus 16 jaar tot in de 20, 25 jaar. En dus elk festival heeft zijn eigen publiek en dat vinden we wel heel belangrijk. Dat we een heel divers aanbod hebben ook in die festivals, in het festivalleven in onze stad. En Marktrock is daar een goed voorbeeld van een soort doelgroep die we kiezen en die we bereikt hebben. We willen daarmee Leuven profileren als jonge stad ook en dat lukt. En we willen ook in samenwerking met de universiteit jonge mensen aantrekken om onze stad te leren ontdekken en goesting te krijgen in Leuven, eventueel een aansporen om in Leuven hier te komen studeren. Want studeren aan de KUL is één. KUL legt de lat hoog. Het is hard werken hier. Het niveau van het diploma van de KUL is hoog. Maar studenten kiezen niet alleen daarvoor, kiezen ook voor de leuke sfeer in de stad. En dat willen we hier aantonen met Marktrock, dat we daarin slagen om Leuven als plezant een aangename stad. Een stad waar heel veel te beleven is. Ook qua cultuur, qua eten en dergelijke. Qua sfeer, jonge, jeugdige, plezante sfeer. Dat willen we aan dat jong volkje tonen. In de hoop dat ze dan voor de KUL kiezen en veel langer naar onze stad komen. Zijn er nog andere facetten waarom Marktrock zo belangrijk is voor de stad? Ja, het heeft ook veel te maken met imagobuilding, heb ik al gezegd. Ons als jonge stad profileren. Het heeft ook te maken met handel. Mensen naar de stad brengen, de stad leren kennen. En als je kijkt nu, de cafés, de restaurants zitten vol. Dus voor de middenstand in Leuven zijn dat topdagen. Dus er wordt gezegd dat veel middenstanders verschillende maanden van het jaar goed maken met die paar dagen Marktrock of met die vier dagen Belevenissen. Dus het zorgt toch wel voor wat heel wat geldstromen, ja. Daar heeft het ook mee te maken met consumeren, de stad leren kennen, maar ook in de hoop dat de mensen dan nog eens terugkomen, ook dat ze de stad leren kennen, restaurants leren kennen, cafés leren kennen, nog eens terugkomen. Maar toch ook economie stimuleren in de stad, en dat is toch voor een stad als Leuven ook belangrijk. We zijn een studentenstad, maar we zijn ook een stad met een belangrijke economische functie, en dat ook aan de mensen tonen, op die manier de stad leren kennen, is ook wel belangrijk. Dus het heeft toch ook wel met imagobuilding en met economie te maken ook, ja. Ik wou dan nog even terugkomen over op al uw bevoegdheden. Ik heb op internet gelezen dat u even geleden uw ouders hun diamanten huwelijk hebt bezegeld. Dus uw bevoegdheden gaan van Marktrock tot heel lang getrouwde koppels. Ja, dat klopt. Dat hoort ook bij feestelijkheden, dus de Marktrock voor het jonge publiek, en dan bij feestelijkheden ook behoort ook het ontvangen van jubilarissen, mensen die 50 jaar getrouwd zijn, 60 jaar getrouwd, zoals mijn ouders, diamant. En dan vieren we nog 65 jaar getrouwd, briljant, 70 jaar getrouwd, platina. En we hebben 3 jaar geleden een koppel ontvangen, dat was 75 jaar getrouwd, dat is Albast. Die waren bijna 100. Wel, dat is mooi dat we zo'n mensen in Leuven hebben natuurlijk. U bent hier nu als schepen van jeugd en feestelijkheden, veronderstel ik? Ja, dat klopt. Ja, maar u vraagt maar over wat u wil. Ja, voor ons gaat het natuurlijk over de jeugd, als het jeugdcentrum en het jeugdmagazine. Wat zijn de belangrijkste projecten die u gerealiseerd heeft de voorbije jaren als het op jeugd aankomt? Ja, zoals ik gezegd heb, ik heb nog maar jeugd een paar maanden in mijn bevoegdheid. Dus heel veel nieuwe dingen heb ik niet kunnen realiseren. Maar één ding heb ik wel kunnen doen en daar ben ik wel fier op. Dat is het aanbod aan speelpleinwerking, grabbelpaswerking
voor een stukje kunnen opdrijven. Er is heel veel vraag in Leuven naar opvang van kinderen tijdens de zomermaanden, omdat we met een bevolking zitten die met hun twee gaan werken. Dus een ganse zomer overbruggen om voor de kinderen is niet altijd evident. Ouders hebben wel een paar weken vakantie. Ze gaan met de kinderen op vakantie, maar dan zijn er nog de vele andere weken die moeten overbrugd worden. De oma's en de opa's wonen dikwijls ver weg uit Leuven. Dus we merken dat er een zeer veel vraag is naar zinvolle, kwaliteitsvolle kinderopvang. Ik mag het misschien zo niet noemen, maar toch speelpleinwerking. Dus opvang tijdens de vakantiemaanden voor kinderen. En we zijn erin geslaagd om het aanbod toch iets wat te verhogen, omdat de vraag in Leuven heel groot is. We hebben een nieuwe kinderwerking. Speelpleinwerking opgestart in Santa Maria is voor het eerste keer dat we dat deze zomer doen, omdat daar in de school vele kinderen aanwezig waren van buitenlandse kinderen die niet zo gemakkelijk de stap zetten naar die speelpleinwerking. En we hebben hen getrokken naar die speelpleinwerking en vele zomerdagen van de tv weggehouden door te komen spelen in hun vertrouwde omgeving van hun school, van Santa Maria. Dat heeft gewerkt. Het was een start dit jaar en ik hoop dat we de komende jaar nog verder te kunnen uitbreiden. Ook het aanbod op andere speelpleinen hoop ik verder te kunnen uitbreiden. U heeft ondertussen al vernoemd schepen, college, bevoegdheden, legislatuur. Zou u even voor de MCRU die aan het luisteren is, een korte inleiding tot de Leuvense politiek kunnen geven zonder uw politieke voorkeuren en zo, want daar mogen wij niet over beginnen. Een inleiding tot de Leuvense politiek. Gewoon hoe dat ineens zit, welke bevoegdheden de burgemeester heeft, wie dat er daar dan onder staat, hoe dat in elkaar zit, hoe dat de verkiezingen werken, wie dat wij kunnen gaan kiezen, waarop stemmen en zo. Wel, vandaag bestaat de coalitie uit de SPA, die de grootste partij is. Coalitie? De coalitie is het samengaan van twee politieke partijen die samen een meerderheid vormen. Dus 14 oktober zijn de verkiezingen. Mensen zullen kiezen op verschillende lijsten. En dan is het de bedoeling om lijsten samen te voegen, verkozenen samen te voegen op een manier dat ze een meerderheid van de stemmen hebben. Dat ze meer dan de helft van het aantal gemeenteraadsleden vertegenwoordigen. Nou, je moet een meerderheid hebben om echt te kunnen werken, om een programma te kunnen uitvoeren. Dus die meerderheid kan gerealiseerd worden door verschillende partijen samen te brengen, die dan samen voldoende zetels hebben om die meerderheid uit te maken. In het verleden, de laatste vier legislaturen, is dat al de laatste drie legislaturen, is dat de SPA en de CD&V die samengegaan zijn en samen een meerderheid vormen. De oppositie in Leuven, de minderheid dus, bestaat uit de VLD, Open VLD, het Vlaams Belang, Groen en twee onafhankelijke. Dus daar zal het op aankomen nu tijdens de komende verkiezingen. Het is onze intentie om met de huidige coalitie, waarvan de Leuvenaar zegt dat zij daar tevreden over is, dat ze tevreden is over het beleid. Het is onze intentie om met die coalitie SPA, CD&V verder te doen. Maar het is aan de kiezer, die zal beslissen of die twee partijen samen nog een meerderheid hebben. En de legislatuur is de periode waarin dat normaal gezien die coalitie zo ongewijzigd blijft? Of? Ja, dat klopt. Tijdens 6 jaar, de gemeenteraadsverkiezingen vinden om de 6 jaar plaats. En het is zo dat bij het begin van de legislatuur, bij het begin van de 6 jaar, de coalitie gevormd wordt. En dat die dan gedurende 6 jaar verder regeert, de stad bestuurt. In sommige gemeenten gebeurt dat al eens dat er toch wat brokken gemaakt worden, dat er ruzie ontstaat en dat er dan toch wisselingen gebeuren. Maar dat is nooit goed voor het beleid, voor de Leuvenaars. Dus wij hebben in Leuven een coalitie die echt aan elkaar hangt, die discuteert. We zijn twee verschillende partijen, CD&V, SPA. We hebben al eens meningsverschillen met elkaar. Dat is goed ook. Ieder heeft zijn eigen mening. We praten dat uit. We komen tot een consensus, tot een keuze die wij vinden dat de beste is voor de Leuvenaars. En zo doen we het dus al 18 jaar. En we hopen dat op die manier te kunnen verder zetten. We zijn goed op elkaar afgestemd. We weten van elkaar wat we willen. En dus ieder is bereid om ieder te gunnen in het belang van de stad wat hem toekomt. Dus ik denk dat we een goede coalitie hebben, een stevige coalitie die aan elkaar hangt, die ervoor gaat om voor de Leuvenaars, voor de stad het beste te brengen. En ik denk uit enquêtes die
die ons bereiken, blijkt dat de Leuvenaar zegt, wij zijn tevreden over het bestuur, over wat er gerealiseerd is. En ik hoop dan ook dat 14 oktober de Leuvenaar ons daarvoor beloont en ons laat verder doen.